Maar wat we absoluut moeten verder aan werken is het wij-gevoel. Wij allemaal samen zijn OKRA. En trefpunten zijn vaak heel autonoom. Trefpuntvoorzitters zeggen vaak van ja, wij doen wat wij willen. Maar uiteindelijk maak je deel uit van een grote familie. En het goed onderhouden van die familiebanden is erg belangrijk. En daar moeten we nog aan werken, denk ik, aan het samen. Soms horen we zeggen van ja, maar die in Brussel. Brussel is ook OKRA. Trefpunten zijn ook OKRA. Samen moeten we dan die toekomst werken. Samen moeten we problemen oplossen. Goeiedag, welkom bij de OKRA-podcast. Mijn naam is Mark en Eddie staat in voor de techniek. Je hoorde zo net Mieke van Uland. Zij is de algemeen voorzitter van OKRA en we hadden een uitgebreid gesprek met haar bij de start van het nieuwe jaar. Mieke ziet genoeg uitdagingen voor OKRA in 2024 en verder, maar vooral wil zij sterk inzetten op het wij-gevoel. OKRA, dat zijn wij allemaal samen, van trefpunt tot nationaal. Dat is de kracht van OKRA. Mieke van Uland, laat ons eens vooruitkijken naar 2024, maar laat ons om te beginnen eens terugkijken naar 2023, want dat was voor OKRA toch wel een jaar vol uitdagingen. Het gewone leven na corona kwam op gang, maar de wereld is er niet mooier of beter op geworden. Dus de zwakste in die zin, OKRA houdt die goed in het oog, want we weten ook met de demografische evolutie dat het aantal mensen dat zwaar hulpbehoevend wordt op het einde van hun leven groter wordt naarmate die groepen ouderen toegenomen zijn in het verleden. Dus die aandacht is er zeker geweest in 2023. Maar ook op nog veel andere fronten heeft OKRA toch geprobeerd om te reageren op maatregelen of op voornemens om het inkomen, de bestaanszekerheid van ouderen aan te tasten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de plannen om het ouderentarief op de spoorweg om dan af te schaffen en te vervangen door iets anders. Ja, veel mensen maken precies gebruik, zeker mensen die iets minder goed bij kas zitten en die niet al hun verplaatsingen met de auto doen van dat tarief, van dat oudere tarief. Dus wij vinden het erg, erg belangrijk dat dat kan blijven. En zo zijn er nog veel voorbeelden, hè. Dus ik denk dat de belangenbehartiging bij OKRA laat ons maar zeggen, na corona, alhoewel het in corona ook al een heel duidelijk aandachtspunt was, maar na corona heel sterk is uitgebouwd geworden. Ja. Ja, voor belangenbehartiging wordt 24 natuurlijk een heel bijzonder jaar, want het is het jaar van de verkiezingen. Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. OKRA heeft al een memorandum klaargemaakt met de opsommingen en de context waarin een aantal voorstellen worden gedaan die het leven van ouderen beter en makkelijker kunnen maken. En dat wordt nu getoetst in de provincies, hè, bij de vrijwilligers in de provincies, bij de belangenbehartigers in de provincies, om te kijken van, zit het goed? En na die toets wordt het dan voorgelegd aan de partijen op een colloquium op 5 maart. En daar zal dus het memorandum verder worden gefinaliseerd, zoals men dat noemt. Ondertussen zijn er natuurlijk ook voorbereidingen voor de lokale verkiezingen. Want ook lokaal leven er een aantal dingen bij ouderen die OKRA oppikt en die we moeten kunnen overbrengen aan de nieuwe besturen. Ook in de vorm van lokale gemeentelijke memoranda. En daar zijn ook weer de lokale belangenbehartigers en de werkgroepen belangenbehartiging in de provincies hard aan het werk om dat uit te werken. Een extra uitdaging wordt mensen naar de stembus krijgen voor de lokale verkiezingen, ja. Want de opkomstplicht is afgeschaft. Inderdaad, dat is ook een aspect dat door belangenbehartigingen wordt opgepikt en dat via de lokale belangenbehartigers naar de leden en de trefpunten wordt meegenomen. Vorig jaar hebben een heel aantal trefpunten een doorstart gemaakt na corona. Anderen kregen het moeilijk. Maar wij ontdekken in onze reportages voor het OKRA-journaal een hele reeks goed draaiende trefpunten.
die een gevarieerd programma aanbieden voor een gevarieerde groep senioren. Hoe zie je deze groep groeien? Ik ga even eerst op uw vaststelling terugkomen. Inderdaad, er zijn veel trefpunten die een goede doorstart gemaakt hebben. Maar dat zijn vooral de grote trefpunten. Grote trefpunten met veel leden die in staat zijn om daaruit ook wat mensen aan te spreken tussen die leden om mee initiatieven op te zetten. En het zijn vooral de kleinere trefpunten die al lang een beetje een status quo positie innemen, die het heel moeilijk hebben en die sommige trefpunten zeggen gewoon na corona we starten niet meer op. Mensen zijn ouder, de teamleden zijn ouder, er zijn wat mensen ook overleden en die zijn ermee gestopt. Hoe krijg je nu die dynamiek en die groei in alle trefpunten? Dat was een uitdaging in 2023, maar dat blijft een uitdaging voor 2024 uiteraard. En daarom willen we dat op twee sporen verder uitwerken. We willen eerst en vooral kijken naar wat is er allemaal aan interessants gebeurd in die goed draaiende trefpunten. Dat goed documenteren bij wijze van spreken en ervoor zorgen dat alle trefpunten daar weet van hebben. En ik moet eerlijk bekennen, het journaal, het OKRA-journaal heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Zo de vaststelling van, dat is allemaal interessant, maar als we nu willen dat veel trefpunten dat ook gaan doen of daardoor geprikkeld zijn, moeten we misschien net iets meer informatie aanbieden nog. Dus dat is het ene spoor. En het andere spoor is om toch een aantal afgewerkte activiteiten, als het ware, aan te bieden aan trefpunten die het moeilijk vinden om zelf veel te organiseren. Dus we willen proberen die trefpunten dynamischer te maken, want dat spreekt mensen aan. Dat zien we in die grotere trefpunten, maar dat zien we ook in de nieuwere trefpunten. Nieuwere trefpunten die vaak rond een interesse, rond sport, samen sport beoefenen, georganiseerd worden, waar mensen elkaar vinden en waar stilaan toch ook een trefpunt uitgroeit. Bij onze tocht langs de trefpunten hoorden we een paar keer van we hebben wel ideeën om nieuwe dingen te doen, maar ik zou begot niet weten wie dat gaat organiseren. We hebben een gebrek aan vrijwilligers. Ja. Dat blijft toch ook een groot aandachtspunt. Ja, en daarin is OKRA jammer genoeg niet alleen, want als we zo rondom ons kijken en luisteren, zijn alle verenigingen op zoek naar vrijwilligers. Maar daarom is men in 2023 gestart met een stappenaanpak, zal ik maar eens noemen, om 1000 nieuwe vrijwilligers te vinden en te recruteren. Dat is natuurlijk iets wat niet in Brussel gebeurt, dat is iets wat in de provincies, in de streekpunten, in de clusters gebeurt. En de educatieve begeleiders, de ondersteuners van de trefpunten, hebben daarvoor dus vanuit de bewegingsuitbouw een soort stappenplan ontwikkeld. En dat wordt nu uitgerold en we hopen daarvan het resultaat in 2024 te kunnen zien. Ook vanuit de redenering is dat stappenplan opgesteld van nieuwe vrijwilligers, dat betekent wellicht ook nieuwe mensen. Die brengen misschien ook wel andere mensen mee. En zo krijg je misschien een groep van mensen die bereid zijn om samen hun schouders te zetten onder activiteiten, onder initiatieven. Het is ook een idee om die nieuwe vrijwilligers niet onmiddellijk te belasten met een bestuursfunctie. Want mensen zijn daar een beetje allergisch voor. Ze willen wel iets doen, maar daarom niet in het bestuur. En als je de bestuurstaken of de taken die een team op zich neemt een beetje uit elkaar rafelt, dan kan het zijn dat je met een grotere groep van mensen toch bereikt wat je zou willen realiseren met je team. Op de Forumdag van Bewegingsuitbouw werden een aantal ideeën voorgesteld in zaken trefpuntbegeleiding, waar ook vrijwilligers een grote rol in zouden kunnen spelen. Maar dat is een proces dat pas over een paar jaar zijn volle rendement zal halen? Uiteraard. Hè. Men is er al mee bezig. Hè. Men heeft al in het concept van OMAR, hè, dus dat plan waarin we eigenlijk een beetje de toekomst van OKRA hebben uitgetekend, was reeds voorzien dus dat we veel meer moeten beroep kunnen doen op de deskundigheid, het talent, de inzet van vrijwilligers. Want dat zijn vaak heel gemotiveerde mensen. Alles kan niet afhangen van educatieve begeleiders, want daar hebben we ook de middelen niet voor.
Nu, wat op de studiedag heel sterk naar voren gekomen is, is dat het erg belangrijk is om met de mensen die initiatieven willen nemen, rond een bepaalde interesse, rond een bepaalde hobby, om te kijken hoe kunnen zij een aantal zaken opnemen. Want vaak willen zij zelf aan het stuur blijven van de groep die ze vormen met gelijkgezinden. En in Okra wordt gewerkt met trefpuntmodellen. Misschien moeten we daar ons toch een beetje de vraag durven stellen, is dat altijd en overal het meest aangewezen model? Want op de studiedag is ook benadrukt het verenigingsleven zoals we het kennen, met afdelingen en besturen en dergelijke, dat staat onder druk. Maar mensen willen zich nog altijd wel verenigen. En het is voordat die wil om zich te verenigen, dat we goede nieuwe vormen moeten zoeken. Een vorm die toelaat dat dat voor mensen comfortabel is, maar die ook toelaat dat dat eventueel ook voor Okra een groei kan betekenen in leden en in groepen. ...2023 was ook het jaar van de uitrol van Omar. Dat is vooral voor de medewerkers belangrijk geweest. Maar het woog wel zwaar. Is die machine ondertussen geolied aan het werk? Ja, ze hapert nog wel af en toe. Maar ik denk toch wel dat, als ik kijk naar de werking van de cellen, dat daar toch een grotere dynamiek en vooral ook heel belangrijk de input vanuit de provincies sterker aan bod is gekomen. Dus in de provincies werken educatieve medewerkers die voor een stukje van hun werktijd ook verbonden zijn aan een cel en daarmee zaken gaan ontwikkelen. En het belangrijkste is dat zij vanuit wat er leeft in trefpunten, wat er leeft in clusters en streekpunten, kunnen meenemen wat er moet ontwikkeld worden of de wijze waarop er dingen moeten worden ontwikkeld. Ik denk dat dat goed op gang gekomen is. Dat heeft wat tijd gevraagd, ja, want het waren allemaal bijna nieuwe teams die elkaar moesten leren kennen. Er zijn wat personeelswissels ook geweest, maar nu draait dat. Met veel enthousiasme vaak, maar wel met de nodige aandacht vanuit Okra dan zelf voor de werkdruk. Want veel mensen willen zich er wel op in smijten, maar ze zijn ook belangrijk voor de trefpuntbegeleiding, moeten daar een goed evenwicht in zoeken. En van zo gauw er iemand uitvalt, wegens ziekte of andere redenen, is dat natuurlijk wel een vraag van hoe wordt dat hier opgevangen. Dat zal dus ook voor 2024 een bijzonder belangrijk gegeven zijn. Want die financiële druk op de organisatie, die blijft. Die blijft en daar moeten we spijtig genoeg opnieuw heel goed over nadenken en kijken van op welke manier krijgen we dat financiële terug op de rails, zodanig dat Okra toekomst heeft als organisatie. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden. Waarop zetten we dan mensen en middelen in? Bij voorrang, bij prioriteit en wat moet eventueel on hold worden gezet? Er zijn een aantal mensen met pensioen gegaan, vertrokken. Die zijn vervangen door jonge medewerkers, die wel met hun enthousiasme komen, maar kunnen zij voldoende verbinding maken met de senioren? Wel, ik was verbaasd toen ik de jonge mensen aan het woord hoorde in de cellen. Ik dacht, ah, zo jong en zodanig gemotiveerd en geëngageerd in die thema's en die onderwerpen waar ouderen zich zorgen over maken of waar ouderen mee bezig zijn. Dus op vlak van engagement en motivatie, denk ik, is er geen aarzeling bij mij. Maar wat wel is de verbinding maken met een andere generatie in gesprekken, in begeleiding, is niet gemakkelijk. Omdat je spreekt vaak vanuit een andere context, vanuit een andere belevingswereld. En dat vraagt toch wel wat inspanning van beide kanten, denk ik. We hebben er al over gedacht om, en dat is ook gebeurd, om nieuwe medewerkers een beetje een inloopperiode te geven, waarin ze meelopen met. Dat geeft dan natuurlijk wat zicht op hoe een aantal dingen draaien, maar om het dan ook zelf te kunnen, dat is nog een stap verder. Dus daarop zullen er wellicht een paar mensen zijn die het moeilijk vinden, blijven vinden. Maar ja, dat zal hopelijk in de loop van de volgende maanden toch ten goede keren. Of zal misschien ertoe leiden dat mensen zeggen, ja, het is toch niet mijn ding.
Maar je blijft hoopvol kijken naar 2024. Ja. Het jaarthema blijft Okra verbindt. Ja, ja, het was, stond in onze kerstboodschap ook, hè. Het is zo dat we door die nieuwe structuur eigenlijk geprobeerd hebben om de lagen, of de verschillende bestuurslagen, wat te vereenvoudigen. Maar wat we absoluut, en dat is denk ik ook gelukt, en ik heb de indruk dat trefpunten elkaar vinden in clusters en in streekpunten, dat die streekpuntvoorzitters elkaar vinden in een provinciale overleg, dat lukt. Maar wat we absoluut moeten verder aan werken is het wijgevoel. Wij allemaal samen zijn Okra. En trefpunten zijn vaak heel autonoom. Trefpuntvoorzitters zeggen vaak van ja, wij doen wat wij willen. Maar uiteindelijk maak je deel uit van een grote familie. En het goed onderhouden van die familiebanden is erg belangrijk. En daar moeten we nog aan werken, denk ik. Aan het samen. Soms horen we zeggen van ja, maar die in Brussel. Brussel is ook Okra. Trefpunten zijn ook Okra. Samen moeten we dan die toekomst werken. Samen moeten we problemen oplossen. We proberen dat bijvoorbeeld nu met de aanmaak van het nieuwe beleidsplan. Er is een denktank die zo moet nakijken van ja, wat leeft er in de samenleving? En als we 7 jaar vooruitkijken, want we moeten tot 2030 vooruitkijken, wat zou er dan allemaal voor ouderen veranderen kunnen belangrijk zijn? Je hebt een planningsteam dat dan moet kijken van ja, hoe gaan we dat vertalen in doelstellingen? En dat is geen operatie die alleen maar in Brussel gebeurt. We willen daarmee duidelijk naar vrijwilligers, naar streekpunten, naar clusters eventueel. En in juni is er dan een kompasdag waarop we alle geïnteresseerden uitnodigen om samen na te denken over de grote lijnen voor dat beleidsplan. Om samen na te denken over wat willen wij doen de volgende 5 jaar, beginnend vanaf 2026. En wij, dat zijn dan zowel de vrijwilligers in de trefpunten, de clusters, de streekpunten, de provincies, de cellen. Het moet een wij-verhaal worden. Okra is betrokken bij Grootouders voor het Klimaat. Jij bent daar ambassadeur van. Voor 2024 zijn er geen specifieke acties of concrete initiatieven gepland, maar wat wel op in gang zal schieten zijn het overleg met Grootouders voor het Klimaat voor een intensievere samenwerking. Die dan zal moeten resulteren in 2025 in wel een aanbod van initiatieven of acties. Dus dat betekent, in 2024 gebeurt het als het ware achter de schermen, het voorbereiden daarvan, de afspraken daar rond, kijken wat is zinvol, wat is haalbaar ook, om dat in 2025 dan in de kijker te zetten. Okra was vroeger al bekommerd, hè, om dat klimaat. Er zijn een aantal acties geweest. Ik vind de aarde leuk bijvoorbeeld, of rond duurzaamheid met de low impact man. Ja, veel acties hebben ertoe geleid dat er toch wel wat gesensibiliseerd is ook rond het klimaat. Heeft er ook toe geleid dat veel leden van Okra ook grootouder voor het klimaat geworden zijn. Mee opstappen in betogingen. Mee proberen van met de jongere generaties in dialoog te gaan rond ja, hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat dat thema klimaat op de agenda blijft en dat daar iets rond gebeurt vooral. Dus grootouders vooral zullen daar waar wakker liggen, denk ik. En omdat zij weten, ja, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen staat eigenlijk ter discussie daardoor. Mensen daarvoor mobiliseren is misschien een moeilijker zaak. Mm-hmm. Maar we zullen toch proberen om, samenwerking met de grootouders voor het klimaat, ervoor te zorgen dat die groep van ouderen die wil dat er dingen veranderen, groter wordt. En die groep van ouderen die ook beseft dat dat consequenties heeft voor onze manier van leven. Daaraan willen we werken. Okra heeft ook een internationaal luik in samenwerking dat met WSM, het vroegere Wereldsolidariteit. Persoonlijk gaat je binnenkort op inleefreis naar Bangladesh, een fietstocht. Wat is de waarde van zo'n initiatieven voor Okra? Het zijn twee zaken, denk ik. Hè. We willen eerst en vooral die ervaring, die beleving, wat we daar zien, horen, meebrengen naar hier. Naar trefpunten, naar vrijwilligers die daarin geïnteresseerd zijn,
want er bestaat een groep internationale samenwerking, omdat het zo belangrijk is dat we beseffen dat we in een wereld leven waar het totaal verschillend kan zijn voor ouderen. Waar je woont, waar je geboren bent, maakt zoveel uit. Dat besef vanuit die ervaringen willen we naar hier brengen. Anderzijds, OKRA heeft met GK, een organisatie daar in Bangladesh, die werkt rond gezondheid, ook gezondheid voor ouderen, en die ook geconfronteerd wordt met de vergrijzingsproblematiek. We willen met GK goede contacten uitbouwen in een partnerschap dat gepatroneerd wordt door WSM. En die goede contacten kunnen ertoe leiden dat we enerzijds trefpunten hier in beweging krijgen om zich in te zetten ook voor die wereld buiten ons eigen gezichtsveld. Maar anderzijds ook kijken naar hoe kunnen we concreet inspiratie bieden, samenwerkingen opzetten die voor GK mogelijk maken om meer rond de ouderen te werken. En dat is mijn persoonlijke ambitie ook, dat we daar ideeën mee brengen. Van wat kunnen we nog doen? Of wat willen we nog doen? Wat kan de rol zijn van OKRA? Wat is de rol van GK? Hoe gaan we daarmee in de toekomst aan de slag? Dank u.